Kuisnet was op de openingsreceptie van Hitkrant. Dames en heren, ik denk dat het moment er is om tenslotte het nieuwe Hitkrant, het nieuwe eenmalige, eens per week voorkomende popweekblad, het grootste van Nederland, in zijn nieuwe stijl te introduceren. Ik zou dat graag willen doen als ik mij daarbij geassisteerd voel door de Dolly Dots en Flip de Dolfijn mij helpt om de blow-up van de nieuwe Hitkrant cover te onthullen. Dames en heren, dat is hem. Dat is de eerste cover in een wat groter formaat met de parels die hiernaast bestaan, de Dolly Dots. Hier is Patty van de Dolly Dots. Patty, jullie gaan in een jullie gaan acteren. Vertel daar iets over. Ja, het is een televisieprogramma, een serie van 8 uitzendingen. En het gaat over, over onszelf. Dat we in een huis wonen met z'n allen, met een huishoudster en een manager en allemaal toestanden eromheen. En dat wordt volgend jaar opgenomen. We hebben toen opgenomen in Arnhem, bij een proefserie. Nou, misschien dat het daar weer wordt opgenomen, een heel groot huis. Heel leuk. Wat is je favoriete dier? Dier? Een dolfijn. Patrice, wat betekent voor jou succes? Nou, de kroon op je werk. Dat je nou alle moeite wordt dan beloond. Dat is succes. Wie is volgens jou de beste Nederlandse artiest? Ja, buiten mijzelf? Anita Meijer. Ja. Ja. Want die heb ik als heel klein meisje ontdekt. Is bij mij komen zingen en is nu een grote concurrente van me. En ik had geen betere concurrenten kunnen verwachten dan Anita. Wat vind jij het leukste in de Hitkrant? De roddelrubriek. Het is echt waar. Ik begin achteraan. Even kijken bij de roddeltjes. Kijken of ik er ook bij sta. Wat vind je van de Hitkrant? Een heel gezellig, gemotiveerd blad. Waar geen enge dingen in staan, maar alleen maar hele leuke informatie en gezellige verhaaltjes. Wat is het ergste dat jou is overkomen? Van de week, maar dat vertel ik niet. Het was vreselijk, maar dat gaat niemand verder wat aan. Tot nu toe in mijn leven? Nou, ik vind het ergste iedere keer als ik een heleboel werk om even in de business te blijven. Een heleboel werk heb gehad aan singles en een LP en dat hij dan gigantisch flopt. Dat is vreselijk. Maar heb je dat al veel meegemaakt? Jawel, ja, want ik zing al zo lang, dus dan maak je dat vaak mee. Harry, waarom heb jij altijd een petje op? Nou, dat is een vraag die is me al zo vaak gesteld. En ik heb dit petje gewoon op omdat ik anders heel snel verkouden ben. Ja. En er zit haar onder, hoor. Wat vind jij het slechtste uit de Hitkrant?
het slechtste uit de hitkrant. Dit vind ik de hitlijsten. Want ik snap er nog steeds geen klote van en ik vraag me af wie er wel wat van snapt. Oké, dankjewel. Want als wij toch dan de afgelopen week weer stijgen in de nationale hitparade, dan denk ik, nou dan moeten we bij Veronica toch minstens weer de tipparade binnenkomen. Ik snap er nog steeds niets van. Ik denk dat het tijd wordt dat Hitkrant eens echt goed uit gaat leggen hoe die hitlijsten nou werken. En welke is nou in godsnaam betrouwbaar. Ad Visser, wat vind jij van science fiction? Ik ben, zoals je weet, verzot op science fiction. En heb die ten gevolge ook een dat science fiction boek geschreven en een plaat gemaakt, een synthesizer LP. Sobrietas, zoals menigeen inmiddels wel bekend is. En ik moet zeggen dat het hartverwarmend is zoals erop gereageerd is. Niet alleen door vakgenoten, maar ook vooral door collega's van andere omroepen. En ook door artiesten. En ik vind het erg leuk om het hier zo regelmatig terug te horen. Dat ze vragen van hoe gaat het er nou mee met het project en zo. En dat het ook werkelijk door het publiek ook gewaardeerd lijkt te worden op dit moment. Want het gaat er erg spannend mee. Er gaat een gerucht hier dat Sobrietas project, dat je daar ook mee het land in gaat. Althans een concerttournee gaat doen. Ja, nou, het reikt wat ver. Wat ik wel inderdaad wil gaan doen, is met het hele synthesizer instrumentarium een live versie maken van Sobrietas, waarin dan een soort combinatie van het boek en de plaat tot stand komt. Maar dat is nog toekomstmuziek. Ik ben daar overigens wel mee bezig natuurlijk, maar we moeten realist blijven. Ik ben erg blij met de resultaten tot nu toe. Als het zich in deze richting blijft ontwikkelen, dan zal ik dat heel graag op korte termijn verder mee gaan.